De grote droom van Helene Verduin is om boswachter te worden. En die kans krijgt ze nu. De Naaldwijkse doet mee aan het programma Boswachter Gezocht op SBS6. Alleen zoeken ze er een voor Texel en moet Helene Verduin verhuizen als ze de show wint. Kom maar. Goed zo, meiden. Mijn droom was en is om boswachter te worden. Ik dacht, nou, dat blijft een droom, want dat is voor mij niet weggelegd. Maar toen zag ik het voorbij komen en eerst dacht ik, ja, wat zal ik doen? Toen dacht ik, nou weet je wat, ik trek gewoon de stoute schoenen aan en ik ga. Op Texel zijn zeker heel veel schapen, ja. Dus dat wordt dan ook wel een uitdaging. En daar heb ik dan ook alweer een voordeel mee als ik daar zou gaan werken. Uiteraard heb ik wel ervaring met natuur, want ik ben een boerendochter. Uiteindelijk hier bij de Westlandse Schaapskudde als vrijwilliger. Dus ja, ik heb heel veel interesse in de natuur en ik denk dat dat heel belangrijk is. Dit zijn prachtige schapen, kleuren, verschillende koppen. En die test was er allemaal van hier. Dikkerts, maar goed. Ja. Als ik win, dan ga ik verhuizen. Dan ga ik verhuizen naar Texel. Dat heb ik er voor over. Ik ben ooit hier komen wonen vanuit Zeeuws-Vlaanderen. Toen heb ik ook eigenlijk het roer omgegooid. Ik had geen kennis van de tuinbouw. Ik was helemaal alleen. Ik had verder niks. Ik dacht, nou, wie houdt me tegen? En dat heb ik bij de aanmelding op het programma ook gedacht. Want dat was wel een voorwaarde dat je zou verhuizen naar Texel. Want anders moet je ook niet meedoen, want dan heeft het geen zin. De eerste aflevering is volgende week vrijdag om 9:30 op SBS6.